Ik moest nooit naar het feestje zijn komen. Zo begint het vredeverhaal van Star. Star is een 16-jarig meisje dat in Garden Heights woont. Dat is een zwarte streek waar veel criminaliteit is. Ze is zelf ook zwart. Maar Star haar school zit in een wit wijk waar juist heel weinig criminaliteit is. Het begint allemaal op een feestje. Ze praat met haar beste vriend Khalil. Plots hoorden ze dat er geschoten werd. Daarom renden ze zo snel mogelijk naar de auto van Khalil. Star vraagt aan Khalil of hij terugsteelt, omdat ze weet dat hij zoiets zou kunnen doen. Daarop reageert hij niet. Daardoor weet Star dat hij het wel doet. Ze zien dat de politie hen probeert te stoppen. Ze stappen uit de auto met veel angst in hun ogen. Star's vader heeft ooit iets gezegd aan haar. Als de politie jou stopt, hou je handen dan altijd zichtbaar en maak vooral geen onverwachte bewegingen. Het meisje hoort schoten en ziet dat haar beste vriend is geraakt. Star kon het niet geloven. Ze noemt de agent dat Khalil heeft doodgeschoten, 115. School was weer begonnen, maar ze vond haar draai helemaal niet meer zonder haar beste vriend. Ze heeft wel nog andere vrienden. Eentje daarvan is Chris, maar die is wit, waardoor ze zich minder zichzelf voelt bij hem. En ze weet ook dat haar vader het nooit goed zou keuren als ze met witte mensen om zou gaan. De andere vriendinnen die ze heeft zijn Haley en Maya. Maar Haley vindt ze eigenlijk niet zo leuk omdat ze vaak racistische moppen maakt. Op de begrafenis van Khalil gebeuren er rare dingen. Ze heeft iemand ontmoet. Het was een vrouw dat Ofra noemde. Zij is leider van Just Us for Justice. En ze is ook nog eens advocaat. Dat komt goed van pas. Omdat Star binnen een paar weken haar verhaal gaat vertellen voor de grand jury. En daarvoor heb je een goede advocaat voor nodig. Daarna heeft King, de leider van de grootste bende van de Garden Heights, een bandana op de kist gelegd met daarop geschreven dat Khalil een King Lord was. Dat betekent dat hij lid was van die bende. Op het feestje waar ze nog is geweest met Khalil, heeft ze een jongen ontmoet met de naam Devante. Die heeft gezegd aan Star dat Khalil helemaal niet wilde dealen. Hij moest het doen van zijn mama, omdat zij verslaafd was aan drugs en ze moest ook nog veel schulden betalen. Door dat te doen, konden ze de schulden afbetalen. Hij zei ook dat Khalil geen King Lord was, maar dat King wel heeft gevraagd aan hem of dat hij dat zou willen worden. Khalil heeft dit afgewezen. Ze hoorden allemaal leugens rondlopen over de dood van haar beste vriend. Ze wou hierdoor eens duidelijk zeggen op tv, zodat iedereen het kon horen, wat de echte waarheid was van de dood van haar beste vriend. Dit heeft ze dan ook gedaan, maar wel anoniem. Na een lange tijd heeft ze Chris weer gezien. Die was erg boos omdat ze op tv is gekomen. En nu zeg je wel, hoe weet hij dat zij op tv is gekomen, omdat het toch anoniem was? Maar hij heeft de stem van Star natuurlijk herkend. Nadien hebben ze lang gepraat en heeft Star gezegd dat ze het moeilijk vond dat zij zwart was en hij wit. Hij zag daar geen probleem in en heeft Star daarin gerustgesteld. Na dit gesprek zijn ze heel close geworden en werden zelf een koppeltje. Toen Star het aan haar papa heeft verteld, wist ze dat hij woedend ging worden. Dat was ook, maar na een tijdje heeft hij het geleerd om het te accepteren. Het was zover, de grand jury. Het verliep vrij goed. Ze vond het wel heel emotioneel om hierover te praten. Nu wachten ze op de uitslag van de grand jury. Ze zijn ondertussen ook verhuisd naar een witte streek, waardoor ze Chris vaker ziet. Maar de rust blijft niet. Wanneer de broer van Star haar komt ophalen bij Chris, zegt hij dat Devante is verdwenen. Ze denken allebei direct dat hij bij King is, dus daar gaan ze direct gaan kijken. Ze zien hem daar ingeslagen. Ze pakken hem mee in de auto. Ze horen op de radio dat de uitslag van de grand jury is uitgekomen. Toen Star het nieuws hoorde, zakte ze meteen in. Ze kon het niet geloven. Na al de moeite dat ze heeft gedaan, is 115 vrijgesproken. Ze beslist naar de Garden Heights te gaan. Ze bevindt zich in de rellen dat er altijd plaatsvindt. Daarna gaan de vier naar de supermarkt van haar vader. Als ze daar binnen zijn, zien ze King snel een brandende fles naar binnen gooit. Ze rennen alle vier voor hun leven. Ze rennen het juist op tijd vooraleer de supermarkt in brand vliegt. Dit boek gaat over racisme en bendes. Het speelt zich af in de Verenigde Staten. Ik vind het verhaal adembenemend en ik kijk ook heel erg op naar Star, omdat na alles wat zij heeft meegemaakt, zij er nog altijd supersterk staat in het leven.